Van harte welkom op deze eerste editie van ons publieksevenement rond duurzaam en ethisch bankieren, VDK Bank Inspireert. Laat me beginnen met een aantal feiten. En ik ga beginnen met die stokmarkt. En ik ga je die stokmarkt van de Dow Jones laten zien sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus de Dow Jones, dit is de index van de 30 meest belangrijke of grootste bedrijven in de Amerikaanse stokmarkt. En als je daarnaar kijkt, en dat is de Dow Jones aangepast voor inflatie, dan zie je een evolutie die eigenlijk heel verschillend is in de laatste, laten we zeggen, 40 jaar dan het was in de eerste 35 jaar. In de eerste 35 jaar wat we zien, is dat de Dow Jones eigenlijk vrij stabiel is. De groei van de Dow Jones tussen 1945 en 1980 is 0% in reële termen. Vanaf 1980 zien we een groot verschil. We zien een enorme stijging en vooral die stijging zien we na de recessie van 2008-2009. En we zitten bijna op 36.000. We zullen ooit wel het nieuws horen opnieuw van het wonderlijke verhaal dat de Dow Jones 40.000 zal bereiken. Nu, dit zegt ons al iets dat er een verandering aan het gebeuren is in de jaren 80, in het begin van de jaren 80. En dat is eigenlijk het scharnierpunt waar ik het verder ga over hebben vandaag. Nu, wat betekent die Dow Jones? Die Dow Jones zegt ons één, dat het enorm goed gaat voor een klein aantal bedrijven. De Dow Jones zijn 30 bedrijven. In de Amerikaanse economie zijn er een 6 miljoen bedrijven. Wereldwijd, de schatting is dat er meer dan 100 miljoen bedrijven zijn. Dus het gaat hem hier over een heel klein aantal bedrijven. En als we het hebben over marktdominantie, dan gaat het echt over wereldwijd 400 bedrijven ongeveer. 400 uit 100 miljoen. Dus het gaat om een klein aantal bedrijven die enorm dominant zijn, want ze zijn enorm groot en hebben enorm veel invloed op de economie. En dan de vraag is, welke invloed hebben zij op de economie? Laat ons kijken naar wat er gebeurt met de taart, de paai van de economie. En wat er gebeurt op bedrijfsvlak kan eigenlijk worden ook bekeken op het vlak van de hele economie. Dat is hier GDP, dus het binnenlands product. Maar je kan ook nadenken over dat, de taart van een bedrijf, hoe dat verdeeld wordt. En ongeveer gemiddeld heb je een deel dat gaat om de lonen uit te betalen. Dat is typisch van de value-added, dat is ongeveer 2/3. Wat gaat naar investeringen en machines is 1/3. En wat er overblijft, dat is de winst. En in 1981 was dat ongeveer 2%. Nu, wat is er gebeurd sindsdien? Wel, de paai die verdeeld wordt, een veel groter stuk gaat nu naar winsten dan dat het geval was vroeger. Nu zeg je, daar is een stijging, maar we moeten ook rekening houden met het feit dat de meeste bedrijven zien eigenlijk een daling van de winst. Het is alleen een handvol heel dominante bedrijven die enorm hoge winsten draaien. Vandaar ook dat die Dow Jones zo hoog is, omdat ja, de stokmarktwaardering is een functie van hoeveel winsten je maakt en daarom is die stokmarktwaardering zo hoog. Ik ga hier een aantal data laten zien over de evolutie van productiviteit. En je moet denken aan productiviteit, hoeveel de gemiddelde werknemer produceert. En dat is dan uitgedrukt in dollars, maar we normaliseren dat eerst dan 1 om te beginnen. We kijken hoeveel dat groeit. En productiviteit heeft gestaag gegroeid sinds de Tweede Wereldoorlog eigenlijk. En de lonen, en dit zijn nu de lonen van 85% van de werknemers. Dat zijn de werknemers die niet eigenlijk managers zijn, die geen bazen zijn. Dat zijn de productie- en service-werknemers. Wat er gebeurt met die lonen, is dat die lonen initieel samen evolueren met de productiviteit tot het jaar 80. En dan zien we dat de lonen beginnen stagneren. En opnieuw, het jaar 80 is het moment waar er een scharniermoment is, inderdaad, waar we zien dat die lonen eigenlijk beginnen stagneren zijn in die markt. Maar nu, je vraagt jezelf af, waarom, hoe komt het dat die marktmacht die gevolgen heeft, 1, en meer belangrijk, hoe komt het dat die marktmacht daar nu toch gekomen is? Hoe is het mogelijk dat het jaar 1980 dan toch dat scharniermoment geworden is? En het antwoord daarop dat wij in het onderzoek vinden is dat 1980 is eigenlijk het moment waar heel veel van die nieuwe technologieën een doorbraak beginnen te creëren. En de nieuwe technologieën, we weten, dit is het tijdperk van de digitale innovaties. En die digitale innovatie, die nieuwe technologie is tegelijkertijd, laat ons zeggen, de held
en de slechterik uit deze economische film. De held omdat die nieuwe technologieën ervoor zorgen dat we snelle groei krijgen, dat die innovatie leidt tot een beter niveau van de koopkracht, een beter niveau van de economie. Dus we hebben die technologische vooruitgang nodig om te kunnen groeien als economie. Tegelijkertijd is diezelfde technologie er ook in staat om ervoor te zorgen dat de concurrentie eigenlijk gefnuikt wordt. Dat je toch eigenlijk ook merkt, wat je zelf ook al insinueerde, dat die te grote marktmacht dat ook negatieve effecten heeft op onze democratie, op onze maatschappij. Dat was wel iets waar ik aan dacht. Maar anderzijds misschien ook een hoopvol, hopelijk tegenvoorbeeld, is dat je wel merkt dat er een aantal nieuwe netwerken, peer-to-peer netwerken ontstaan, ook in de energiesector dan. Dan denk ik aan de energiegemeenschappen, dat de Europese Commissie daar eigenlijk nu werk van gemaakt heeft, dat mensen in de toekomst hun energie, hun hernieuwbare energie die ze zelf gaan opwekken, dat ze die gaan kunnen delen met hun buren bijvoorbeeld. En ik denk dan ook aan allerhande coöperatieven, waar je toch ook heel wat dynamiek in merkt. Een EcoPower bijvoorbeeld, die toch ook een zekere schaal weet waar te maken in Vlaanderen. En je krijgt dat niet alleen rond energie, maar ik zit bijvoorbeeld zelf ook in een coöperatieve supermarkt in Schaarbeek. En je merkt dat dat eigenlijk heel veel aantrek heeft. Dat is echt een heel goed draaiend systeem. En ik denk dat dat misschien ook een manier is om tegengewicht te bieden. Hè. Vanuit burgers zelf je netwerk beginnen opbouwen. Ja. Wat dat wij bedoelen met Just Transition, is ook dat we moeten oog hebben voor waardig werk. Dat je eigenlijk ook oog hebt voor goede sociale bescherming wereldwijd. En dan leg ik weer de link met goede lonen, correcte arbeidsomstandigheden. Dat je ook bij klimaattransitie ook in het achterhoofd moet houden en moet meenemen. Ook de inspraak van werknemers, bijvoorbeeld bij innovaties, bij technische vernieuwingen. Ook daar kunnen zij, ze staan aan de machine of ze zitten op de werkvloer, kunnen zij toch ook via inspraak ook wel kunnen mee daarover hun zeg doen. Maar die hogere lonen. Ja, maar die hogere lonen, ja. Daar bent u niet tegen. Maar we hebben de hoogste belastingen daarop. Daar draait het om. Ik geef u een loon van 100, je houdt er 50 netto van over en het kost 150. Dat is de situatie in België. Voor de hogere lonen. Dus de werknemer is misnoegd en de werkgever is ook misnoegd. Alleen de staat, de overheid, is content. Dat hele probleem van de complexe wetgeving, ook zeker in de sustainable finance, dat is vooral moeilijk voor de KMO, dat is een kleine onderneming. Zij hebben niet de middelen om aan al die wetgeving te voldoen. Wie kan daar wel aan voldoen? Dat zijn de grote bedrijven, dat zijn de grote financiële instellingen die het geld hebben om gigantische compliance en juridische departementen op te bouwen. En zo verstoren zij de markt ook. Als ik met bedrijfsleiders praat, en Pieter, je hebt misschien dezelfde observatie, en ik vraag hen, wat zijn vandaag uw grote prioriteiten, wat staat dan in uw top 3? Dan is sustainability, stevast staat dat in die top 3. En dat valt mij ongelooflijk op. Als ik die vraag stelde 5 jaar geleden, dat was dat helemaal nog niet het geval. Dus we zitten daar echt wel aan een inflectiepunt, waar dat het hele thema zeer hoog op de agenda staat, en dat bedrijfsleiders dus ook heel goed beseffen van, kijk, er zijn heel veel wereldchallenges en sustainability is er één van, klimaat is er één van. En wij gaan daar moeten aan bijdragen om die op te lossen. Ieder moet zijn rol spelen en wij ook. Well, I think banks themselves, and we're honing in on banks, there's other parts of the financial system, but to your point, banks themselves and many of them have commitments around ESG. I think most companies now know that there is a requirement to, to work with society, for society, and to take account of environmental and other issues. I think what's been difficult for companies is how you do that. So a lot of the work we're doing around sustainable finance is to try and give clarity as to what is a sustainable investment, but equally to manage the move away from what is today undesirable towards what is more sustainable. And one of the pieces of this story for me is that we have focused on investing in green, which is essential, but that won't change the world. The big change will come from investing in those companies today that are not green,
but want to move towards a more sustainable path, because otherwise they don't have a future. How are we going to finance that transition? Where she said, leaving no one behind. I think that is will be the big challenge. The big challenge in the whole climate transition. We know that it will cost a lot. It will cost a lot. It's 500 billion a year till 2030. So that's a lot of money that we need. And we dare always think, okay, who is going to pay that? And of course, the governments will pay it, the public sector. We also need the companies. And we're also looking today to our citizens to also pay a little bit of that climate transition. And there, I think it's really the big challenge. Because if we look today to a normal family, normal families are every month at the end they will have 200, 300 euros at the end of the month, and in a year that's 2,500, 3,000 euros. You cannot pay with that the renovation of your house, the isolation of your house. You cannot pay with that a heat pump or an electric car. That will be the big challenge that we have as a government, also with the European Commission. How are we going to keep these people with us?